Goedemorgen, het is 3 uur. Ik ben wel al 2 uurtjes wakker, maar gewoon aan het zwaar aan het luilakken in bed en niet niks aan het doen. Ik heb zo trek in Eggs Benedict. Oh, wauw. En het overstijgt mijn luiheid op dit moment. Dus ik ga even douchen en uitkleden en dan gaan we naar Mongkok om Eggs Benedict te eten. Ik ben Stefan uit bed aan het slepen voor de Eggs Benedict. Ik wil het eten. Ik moet het eten. Ik ben zo moe. Maar Eggs Benedict roepen me. Trouwens, ik ga je even laten zien wat voor cadeautjes ik heb gehad voor mijn verjaardag. Want ik heb eigenlijk helemaal niks gevraagd. Ik wil ook helemaal niks eigenlijk. Maar mensen kwamen met zulke lieve cadeautjes. Zelfs van een vriendin uit Nederland die het via haar schoonbroer heeft gestuurd. Ja, super lief eigenlijk. Dus ik ben er weer door verrast. En natuurlijk ook gewoon heel blij mee. Ik heb dit gekregen, ijswijn. Ik heb geen idee wat het is. Ik drink over het algemeen niet, maar ja, super lief. Misschien voor een speciale gelegenheid bewaren. Dan heb ik van Chinese vriendinnen van mijn broertje die in Thailand zijn geweest, heb ik deze kleine pouch. Super schattig. Ik hou echt van olifantenplaatjes of dingetjes. Echt, ik vind hem heel lief. En een spiegeltje. Zo. Handig dit, want dan breekt hij niet zo snel. En er zat nog iets in. Oh ja, een ketting. Dit zat erin. Dan heb ik van Aafke, die was er ook. Heel leuk. Foto's van ons uit Beijing. Die haar vriend had gemaakt. Die waren echt zo gaaf. Hij kan echt heel goed fotograferen, haar vriend. Dus ze hebben ook een waanzinnige camera. Deze. Kijk hoe leuk. Oh, deze vind ik ook zo gaaf. Super vette foto. En het idee is dat ik ook foto's van mijn reis ga printen en dan in dit album ga bewaren. Ik doe dat eigenlijk nooit, maar dit is denk ik wel een goede reminder om dat wel echt te doen. En van Aaf heb ik ook nog. Ik ben echt gek op allemaal buitenlands snoep en dingen. En dat weet zij. Dus ik heb ook allemaal super lekkere Japanse snoepjes gehad. Dit lijkt me zo lekker. Dat zijn van die aardbeien met witte chocolade erin. Echt te lekker. Dan van een vriendin uit Nederland. Haar schoonbroer was hier. En hij is vrienden met mijn broertje. En de schoonbroer, zijn vriendin. En de vriendin uit Nederland, Boyna, thank you. Die hebben dit voor me gehaald. Cupcakes, handcreme. Dit waterflesje. En Eos. Oh, focus. Eos lippenbalsem. Wauw. Dat ik dit nu net pas ontdek, joh. Ik vind hem echt de bom. Oh, wacht. Hij heeft issues met focussen. Kom op. You can do it. Zo lekker dit. Dit is. Ik snap waarom mensen hieraan verslaafd zijn. Je wil dit de godganse dag over je lippen heen wrijven. Het is echt heel lekker. En in het waterflesje zitten dan ook nog 2 gezichtsmaskertjes. Heel, heel, heel lekker. Dit was ook van vriendinnen van mijn broertje, Chinese vriendinnen. Eigenlijk was het dit t-shirt dus voor mijn broertje en de tas voor mij. Maar ik keek in de tas en ik was meteen van, oké, wacht, ik moet even mijn gezichtsuitdrukking laten zien. Dit. Ik wil het, ik wil het, ik wil het, ik wil het. En ik wist dus nog niet dat dat t-shirt voor mijn broertje was. Maar geel is mijn lievelingskleur. Daarom heb ik ook de gele jurk aan Masha gevraagd. En ik zag dit en ik dacht echt, oh my god, dit is zo spot on. Ik hou hier zo erg van. En dat t-shirt, kijk, zal je even laten zien wat zei ik over prints. Over de 10 travel must-haves. Dit is echt perfect voor op reis. Al die lieve bandaantjes. En je ziet niet dat je zweet. En het wordt, je ziet ook niet zo snel dat het vies wordt, omdat er zo'n drukke print op zit. Dus sorry Niche, maar ik ga dit t-shirt toch echt van je pikken. Ik vind hem gewoon te leuk. En dan heb je nog deze gave clutch. Wacht. Zo. Kijk dan. Zo gaaf. I love it. Hij is echt heel, heel mooi. En dan was Cynthia was er ook. Die ik in Jeju heb ontmoet. Echt zo lief dat ze er ook bij wilde zijn. En die heeft me allemaal traditionele Hongkong snacks gegeven. Deze tas kan ik trouwens straks perfect als strandtas gebruiken. Dit zijn rijstcrackers volgens mij. En hieronder, dit zijn ook allemaal Hongkong snacks. 2 seconden, dan pak ik het even uit.
La 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 la. Hoe lief. Ik verwacht eigenlijk echt totaal geen cadeautjes. Wintermelon pastry. Ja, dit. Dit is super traditioneel Hongkongs. Oh, lekker joh. Ga ik straks ook allemaal uitproberen. Ik hou er erg van om nieuwe dingen uit te proberen. En nog meer snacks. Wat is dit? Mini walnootkoekjes. Kijk hoe gigantisch die dozen zijn trouwens. Het is echt zoveel. Wow, wow, wow. Zo. Oh, je ziet de koekjes niet. Wacht. Even uitpakken. Walnotenkoekjes. Ook traditioneel Hongkongs blijkbaar. Super lekker. Ga ik straks allemaal lekker uitproberen. Trouwens, naast de Eos lippenbalsem heb ik ook voor het eerst gel nagellak gezet. En dit is een week later. Ik wil nooit meer iets anders. Wat is dit een fantastische uitvinding, zegt. Zit er nog perfect op. Het groeit alleen een beetje uit. Ik denk dat het zeker nog een week mee kan. Maar voordat ik naar Thailand ga, ga ik zeker nieuw laten zetten hier in Hongkong. Snel even voordat we de deur uit gaan mijn outfit laten zien. Ik heb een lichtroze topje aan van de Zara. Deze is heel lekker luchtig. En in de benauwde lucht van Hongkong, waar het heel warm is, maar ook heel vochtig, is het echt heel lekker. Ik heb een nep leren shortje van de New Yorker. Echt serieus, New Yorker heeft soms zo leuke dingen. Zou je echt niet verwachten. En dan heb ik mijn watermeloen sokjes, waar ik echt helemaal gek op ben. Die heb ik in Zuid-Korea gekocht. En mijn zilveren schoentjes. Ja, ik weet niet of het heel goed bij elkaar past, maar ik denk echt zo bij mezelf, I don't care, ik ken hier toch niemand. En het hoeft niet altijd perfect bij elkaar te passen. Perfectie is soms ook gewoon saai. Wauw, Stefan heeft een chocolademoestaart besteld als ontbijt. En hij vroeg, wil je een hapje? Ik zeg, ja, ik kijk even de andere kant op mijn telefoon. En ik kijk nu, en de taart is bijna weer op. Het is zo lekker, schat. Mm-hmm. Ik heb een decaf mocha. Ik drink geen koffie, want ik word helemaal gek van cafeïne. Tenminste, decaf koffie drink ik wel. Maar in ieder geval geen gewone koffie. En vegetarische Eggs Benedict. Oh, zo trek hierin. Het regent buiten en we zijn dus in een mall binnen gegaan. Om even te kijken of ik nog iets leuks voor mijn nichtjes kan vinden als cadeautje. Maar hoe schattig is deze walvissenjurk. Echt te cute. Ik zou dit echt zo dragen, maar het is dat ik al zoveel geshopt heb. Blauwe zure matjes en paarse zure matjes. Interesting. We hebben een schepsnoepwinkel gevonden en allemaal snoepjes geschept die we niet kennen. Of nou ja, Stefan heeft ook een paar bekende. Ik ga even de blauwe mat proeven. Hij is echt super lekker. Maar ik weet niet zo goed waar het naar smaakt. Ik weet het echt niet. Hij is echt heel lekker. Misschien zijn de smurfensnoepjes, maar dan lekkerder. Want ik ben nooit helemaal kapot van de smurfensnoepjes. Oké, okay. De paarse. De paarse zure man. Die is echt niet zo lekker als de blauwe. De blauwe is lekkerder. Nee, dan is gewoon de rode zuurmat lekkerder dan een paarse zuurmat. Maar die blauwe, die is vet lekker. Die is echt goed. Na de laatste update was het keihard aan het regenen buiten. En ik was zo moe. Ik viel echt bijna slaap in de metro. Dus we hebben toen besloten om terug te gaan naar de hotelkamer. Ik heb een dutje gedaan. Ondertussen is het 9 uur. En we gaan nu dan naar Harbour City om daar te eten en de beste pineapple bun, dat is heel bekend, de ananasbroodjes in Hongkong, om die daar te zoeken. Dus we gaan nu weer op pad. Wauw, wij zitten echt overduidelijk te slapen. We zijn dus met de metro zijn we naar de laatste halte gegaan. Hier, naar Yau Ma Tei. En toen waren we dus weer terug. En pas toen we weer hier waren, hadden we dus door dat we helemaal tot het einde waren doorgereden. En weer dus drie haltes terug. En wij allebei, maar we zijn er nog niet. En waarom duurt het zo lang? Wow, hoe bruut is deze trap? Het is gewoon een scherm. Oké,
Oké, blijkbaar heb ik nog nooit eerder in Hongkong geprobeerd om 11 uur 's avonds ergens in een restaurant te eten. Want alles is dicht. En in mijn hoofd kon je dat dus... Ja, kon je in Hongkong altijd wel ergens een restaurant vinden om te eten. Wij gaan nu op zoek naar een restaurant waar we misschien toch kunnen eten. En anders is het alternatief McDonald's. Ai, ai, ai. The struggle is real. OMG idee. Ebenezer's. Dit had ik dus toen een keer genomen. Chicken tikka met patatjes. En dan gooien ze dus die kip over die patatjes heen. En dan allemaal spicy saus eroverheen. Dit is echt zo goddelijk. Alleen nu eet ik dus geen kip meer. Alleen af en toe als ik er echt heel trek in heb. Zou ik dit nemen? Maar eigenlijk misschien is dat dan in je herinnering alleen maar beter. Weet je, ik hou die herinnering hou ik gewoon levend. En ik bestel nu gewoon iets anders waar ik trek in heb. Oh, lekker, lekker, lekker. Ik heb een vis biryani. We hebben frietjes, we hebben naan. Stefan heeft lumpiaatjes en samosa's. Ik vind het fantastisch dat ze hier, zeg maar, Midden-Oosters, India's en Westers eten met elkaar combineren. Te lekkere combo's. Hey, het is 1:50. Ik moet echt even een vlog editen, anders word ik super zenuwachtig. Want er staat dan niks klaar voor dinsdag. En anders ga ik gewoon te ver achterlopen. Dankjewel voor het kijken vandaag. Wil je meer afleveringen zien? Vind je dit leuk? Dan kan je hier alvast de vorige aflevering vinden. En nog veel meer oude afleveringen. En vind je mijn vlogs leuk en ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan nu. Dat kan hieronder. Want dan krijg je de updates automatisch binnen. Ben je wel geabonneerd? Dankjewel. Ik zie jullie morgen weer. Welterusten.